Ik denk dat de belangrijkste invloed van die stemhulp op de verkiezingen is dat mensen vaker gaan stemmen. Want door het gebruik van een stemhulp krijgen mensen meer politiek zelfvertrouwen. En als mensen meer zelfvertrouwen hebben, dan zijn ze ook meer geneigd om daadwerkelijk te gaan stemmen. Verder is er wel onderzoek dat laat zien dat stemhulpen ook een effect kunnen hebben op de inhoud van de stemkeuze. Maar vooral als je bijvoorbeeld al tussen twee politieke partijen twijfelt, GroenLinks en D66, en de stemhulp zegt D66 staat het liefst bij jou, dan is de kans groot dat mensen dat als een soort van druppel zien om dan voor D66 te kiezen. Wat minder vaak gebeurt is als iemand tussen twee partijen twijfelt en de stemhulp geeft een uitslag aan de andere kant van het politieke spectrum. Dus GroenLinks en D66, daar twijfel je tussen en je krijgt PVV als uitslag. Dan ga je waarschijnlijk niet op de PVV stemmen opeens. Uit mijn onderzoek blijkt dat heel veel mensen vragen gewoon echt niet begrijpen en toch maar zomaar een antwoord geven. Dus als je iets niet snapt, zoek datgene op wat je niet snapt. En de stemhulpen bieden daar ook allerlei opties voor. Ander belangrijk ding is, ben je bewust van het verschil in betekenis van de antwoordopties neutraal en geen mening? Neutraal betekent echt een mening in het midden van de schaal. Dus je hebt misschien argumenten voor en tegen en daar kun je je allebei wel een beetje in vinden. Geen mening betekent echt, het interesseert me niet, ik heb er niet over nagedacht. En geen mening antwoorden worden dan ook niet aan de standpunten van partijen gematcht. Dus ben je heel goed bewust van dat verschil tussen die antwoordopties, want dan krijg je meer valide stemadvies.